mecânica. Hold things that we need. Specifics encrypted for your ghost. Jo. Okay, let's go. Standing bounty for tech and parts from this area. New Monarchy is very curious to know what's out there. For the tools of our enemies. Mission parameters encrypted. Thank you.
Mann, ganz knapp, Herr. Hier, Rex. Zuke. Ja, chill. So vorne? Ja, hier ist sie. Ah ja. Na, ja, jetzt probiere auf einem Double. Okay, Anchor's Line, nochmal zurück. Nice. Twee keer gekregen. Ciao. Ciao, ciao. Nice. Same here. Kun je nou ook nog speciale dingen uit die kaartjes halen? Ja, een sleutel. Die kan je Prison of Elders kan je die gebruiken. Oké. Ja, voor mijn part gaan we ze farmen. Ik moet nog eventjes naar de tower gaan en eventjes die bounties inleveren, is het goed? Ja, zeker. Ik ga wel met jou mee. Oh, je wilt gaan farmen? Ja, ik wil op zijn minst wil ik één key hebben, weet je. Ik heb nog geen ene. Wat dan? Geen fucking ene. Wat zijn er, hè? Ik heb geen enkele key.
Ik heb nog geen enkele key, dus ik zou op zich mensen graag één willen hebben, ja. Ja, Ruby niet. Alleen de Prison of Elders is gewoon level 34 gaan, man. Ja, dus. En wie hebben we glitch? Echt, hè? Die Galahorn, die kun je in één keer kun je die upgraden met een Exotic Shard. Ja, die ga ik sowieso upgraden. Ja, ja. Hoe kun je die upgraden? Zodra als het dinsdag is, dan kun je alles ascenden. En alle exotics die kun je met een beetje weapon parts, een beetje glimmer en één exotic shard kun je die ascenden naar 365. Elke exotic. Moet je hem dan ook weer opnieuw gaan levelen zoals de vorige keer, of is hij dan gewoon meteen volledig geleveld? Meteen volledig geleveld. Oh, nice. Daar heb ik toch nog genoeg van die exotic shards. Eigenlijk ja, 50 of zo. Nou, kun je meteen al je exotics kun je ascenden. Ik heb sowieso nog een stuk of 5 Gjallarhorns in de kluis liggen die ik kan dismantelen. Oké. Jullie hadden de raid al gedaan of niet? Raid? Ja, die heb ik al 3-dubbel. Er zijn er nieuwe glitches of niet? Of is het gewoon alles legit? Nou. Het is gewoon heel erg. Quota is gewoon heel erg makkelijk. Quota moet je gewoon op hard moet je met 3 man kunnen downen. Zo niet, dan heb je of niet genoeg keer of niet genoeg ervaring. Nou, als mensen nog niet geen ervaring, dan weet ik niet. Niet dat bijna iedere rit die wat ik doe. Als het niet een vast team is wat ik goed ken, er zit altijd wel iemand tussen die een educatie nodig heeft. Altijd zit er iemand tussen. Ja hoor. Echt serieus. Ja man. Je zou denken dat rond deze tijd wel iedereen wel weet wat hij moet doen. Toch blijken er mensen elke dag dat spel weer opnieuw te kopen. Toch elke dag weer nieuwe spelers in het spel. Ja, ik bedoel, ga maar naar patrol en ga daar een kwartiertje staan en zie je dan al die mensen die wat binnenstromen zonder Grimoire-score. Toch elke dag weer nieuwe mensen, man. Checking for available bounties now. Checking. Goodbye. What? These predate your codices. Until the next time. Wanneer is die dag 6 van die hunt? Goeie vraag, ik denk morgen. Of staat er een timer bij Petra? Eens even kijken. I'm looking for guardians who can handle a few falling for us. Er staat niet eens een timer bij haar, dus het zou wel morgen zijn. Hey Mithat, heb je een iPhone? Ja toch, hè? Ja. Yeah. Oké, hey, heb je die nieuwe applicatie al gezien voor Destiny Loadouts? Nee, ik heb Destiny op mijn telefoon. Ja, er is een nieuwe app voor Destiny. Werkt echt 10 keer beter als die